Hi, welkom in mijn keuken en welkom bij Maison Viridie. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe receptvideo. Ik ben Kirsten en ik laat je zien hoe leuk en lekker het is om zelf brood te bakken. Een paar jaar geleden ben ik begonnen met het bakken van zuurdesembrood. Ik zat toen met een burn-out thuis en een van de dingen waar ik heel blij van werd op dat moment was koken en bakken. Sindsdien bak ik eigenlijk elke dag een vers zuurdesembrood. En eerlijk is eerlijk, dat gaat wat mij betreft nooit vervelen. Mijn droom is dan ook om een duurzame bed and breakfast te beginnen in Frankrijk, waar ik elke dag vers zuurdesembrood kan bakken voor de gasten. Ik heb op mijn kanaal al eerder mijn favoriete recept voor zuurdesembrood gedeeld. Dit recept gebruik ik echt elke dag. Maar als je net begint met het bakken van zuurdesembrood, dan is dit recept wat ik vandaag met je ga delen een stuk makkelijker. Perfect voor beginnende bakkers. Het is ook het recept voor zuurdesembrood waar ik zelf ooit mee begonnen ben. Het bevat een relatief laag percentage water, waardoor het deeg makkelijker te hanteren is en minder aan je handen vast blijft plakken. Bovendien hoef je daarom ook niet allemaal bijzondere kneedtechnieken te gebruiken. Toen ik zelf dit recept eenmaal onder de knie had, ben ik gaan experimenteren met hogere percentages water en andere meel- en bloemsoorten. Er zijn namelijk echt een heleboel manieren om zuurdesembrood te bakken. Hoe vaker je zuurdesembrood gaat bakken, hoe meer je ook je eigen methode gaat ontwikkelen. Vandaag dus mijn makkelijke recept voor zuurdesembrood. Ideaal voor beginners. Ik begin met het afwegen van de bloem. Bij het maken van zuurdesembrood is het echt heel belangrijk dat je gebruik maakt van een weegschaal. De kleinste verschillen in de hoeveelheden water, bloem of zuurdesemstarter kunnen namelijk een groot verschil maken in hoe je brood uiteindelijk wordt. In dit recept gebruik ik een goede kwaliteit witte bloem met een hoog eiwitpercentage en het liefst ook biologisch. Dit is Franse T65 bloem met het label Rouge. Dat wil zeggen dat het bloem is van de hoogste kwaliteit. Je hebt vast wel eens gemerkt dat op vakantie in Frankrijk brood en stokbrood heel anders smaken dan in Nederland. Dat komt dus onder andere door het type bloem dat gebruikt wordt. Franse bloem is namelijk gemaakt van een hardere tarwe. Dit komt omdat het in een warmer klimaat groeit. En het heeft over het algemeen een hoog eiwitgehalte. En dit zorgt weer voor sterke glutenverbindingen in je deeg. Iets wat je in zuurdesembrood zeker wilt hebben. Bij Franse bloem wordt er eigenlijk altijd een getal genoemd achter de letter T. Dit zegt iets over het type bloem. Door Franse bloem te gebruiken zorg je echt voor een andere smaak en structuur in je brood dan wanneer je normale Nederlandse tarwebloem gebruikt. Persoonlijk vind ik dat dus echt heel lekker. Maar geen probleem, je kunt ook gewoon normale Nederlandse tarwebloem gebruiken. Maar net wat je lekker vindt. Bij de bloem doe ik het water. Ook de hoeveelheid water meet ik precies af op een weegschaal. Vaak zie je bij recepten voor zuurdesembrood bakkerspercentages staan. In dit recept gebruik je dus 100% tarwebloem, ongeveer 58% water en zo'n 2% zout. Nu voeg ik ook meteen de zuurdesemstarter toe. Je kunt een zuurdesemstarter zelf maken of je kunt deze kant-en-klaar kopen. Dit is mijn zuurdesemstarter bread. Deze heb ik een aantal jaar geleden zelf gemaakt en hier bak ik sindsdien al mijn broden mee. Ik zorg er altijd voor dat mijn zuurdesemstarter goed actief is door hem de avond van tevoren te voeden. Maximaal zo'n 12 uur voordat je met het deeg bezig gaat. Op deze manier zorg je dat je zuurdesemstarter op zijn meest actieve punt is wanneer je het toevoegt aan je deeg. Mijn zuurdesemstarter bread voed ik met een combinatie van biologische volkoren roggemeel en biologische tarwebloem. De hoeveelheid zuurdesemstarter weeg ik ook weer precies af met een weegschaal. En wanneer ik de zuurdesemstarter heb toegevoegd aan de mengkom, voeg ik als laatste nog het zout toe. En nu is het een kwestie van kneden, kneden, kneden. Bij zuurdesembrood wil je echt flink sterke glutenverbindingen kneden. Dus kneed het brood echt goed stevig door. Wanneer het deeg in de mengkom is samengekomen tot een mooie bal deeg, kieper ik het om op een schoon werkoppervlak. Hier kneed ik het deeg echt goed stevig door gedurende minstens 10 minuten. Als het een mooie, gladde en elastische deegbal is geworden en ik het deeg echt flink goed heb doorgekneed, dan laat ik het deeg rusten. Ik doe dat in een afgesloten plastic bak, zodat het deeg niet uitdroogt. Nu is het een kwestie van wachten. Het deeg moet nu 4 uur rijzen op kamertemperatuur.
A little later. Als het goed is, heeft je deeg nu genoeg gerezen en heeft het ook een beetje een soort spinnenwebachtige structuur gekregen. Het deeg haal ik nu uit de plastic bak en ga ik vormen tot een brood. Dit werkt het beste op een schoon en glad werkoppervlak. Je kunt hiervoor een deegkrabber gebruiken, maar het deeg is niet zo sticky, dus als het goed is kun je het ook gewoon met de hand doen. Ik draai het deeg tot een mooie strakke deegbal, totdat het velletje echt mooi strak staat. Als ik de deegbal heb gevormd, laat ik het deeg zo'n kwartier tot 20 minuutjes staan. Dit is de pre-shape. Pre-shapen helpt om je zuurdesembrood straks bij het bakken mooi in vorm te houden. Je vormt je brood als het ware al in de vorm die het brood straks ook gaat krijgen. Vandaag ga ik een ronde boel vormen. Ik bereid ondertussen alvast mijn rijstmandje voor. Deze rieten rijstmandjes vind ik heel handig in gebruik en ze zijn bij de meeste molenwinkels of online heel goed te krijgen. Heb je nou geen rijstmandje in huis, dan kun je ook gewoon een kom gebruiken en die bedekken met een schone theedoek. Deze theedoek bestrooi je dan licht met bloem tegen het plakken. Ik borstel het rijstmandje goed schoon en bestrooi het mandje licht met een dun laagje rijstenbloem. Rijstenbloem verkleurt namelijk niet in de oven en zorgt voor zo'n mooi wit laagje op je brood. Nu het brood zo'n 20 minuten heeft gestaan in de pre-shape, ga ik het brood vormen in de uiteindelijke vorm. Hiervoor herhaal ik eigenlijk wat ik zojuist ook deed. Ik vorm het deeg door het te draaien tot een strakke deegbal. Wanneer de deegbal mooi gevormd is, draai ik deze omgekeerd in mijn rijstmandje. De gladde kant ligt nu dus onderop. Je keert het mandje namelijk voor het bakken om, waardoor de gladde kant weer boven ligt bij het bakken. Nu trek ik de randjes van het deeg nog iets strakker naar elkaar toe, zodat het deeg echt strak in zijn velletje zit. Ik doe mijn rijstmandje in een plastic zak en laat deze rijzen. Ik laat het brood eigenlijk altijd een nachtje in de ijskast rijzen, zodat je het brood de volgende dag kunt afbakken. Maar je kunt het brood ook op kamertemperatuur laten rijzen. Laat het brood dan in ieder geval nog 3,5 uur rijzen. In de ijskast rijst het brood ook door, alleen dan veel langzamer dan op kamertemperatuur. Naast dat het laten rijzen in de ijskast vaak makkelijker is, zorgt het ook nog eens voor een hele mooie ovenspring. En wil je dit recept voor zuurdesembrood nog een keer rustig nalezen? Check dan de link in de beschrijving hieronder. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op Maison Viridi. En deze video te liken, commenten en ring de bel als je vaker receptvideo's van mij wilt zien. Dit is dus het brood wat ik gisteren al heb gemaakt en dus een nacht in de ijskast heb laten rijzen. Dit brood ga ik vandaag afbakken. Ik verwarm de oven voor op hoge temperatuur, minstens 230 graden, maar als je oven het aan kan, richting de 270 graden. In de oven laat ik ook een gietijzeren pan met deksel mee verwarmen. Ik bak mijn zuurdesembrood namelijk het liefst in een zogenaamde Dutch oven, een gietijzeren pan met deksel erop. Er zijn ook nog andere manieren om je brood te bakken. Kijk daarvoor even in het recept in de beschrijving hieronder. Het idee van de Dutch oven is dat je eerst je brood met de deksel op de pan bakt. Door de deksel op de pan te laten ontstaat er stoom in de pan, omdat het water in je brood verdampt. Deze stoom zorgt ervoor dat de korst van je brood niet direct hard wordt, maar eerst nog even zacht blijft. Hierdoor kan je brood in de oven nog mooi rijzen. Na een minuut of 20 haal je de deksel van de pan en bak je het brood nog mooi bruin en knapperig. Als mijn oven goed is voorverwarmd, pak ik een stuk bakpapier en knip het alvast in de juiste vorm, zodat het precies in mijn gietijzeren pan past. Dan haal ik mijn deeg uit de ijskast. Je wilt het deeg namelijk direct uit de ijskast in de hete pan doen. Mijn rijstmandje met het deeg draai ik om op het bakpapier. Met een scherp mesje maak ik een snede in het brood, zodat de druk van het rijzen straks op deze plek kan ontsnappen. Ik haal de voorverwarmde pan voorzichtig uit de oven en doe het brood met bakpapier en al in de pan. Dan doe ik de deksel op de pan en doe deze terug in de oven. Nu laat ik het brood met de deksel op de pan zo'n 20 minuten bakken in de oven. Ook als je oven maar tot 230 graden kan, is meestal 20 minuten met deksel erop prima genoeg. Na 20 minuten haal ik dan voorzichtig de deksel van de pan. Als het goed is, zie je nu al een mooi gerezen zuurdesembrood. Alleen nog even afbakken voor een mooie knapperige korst en de kleur. Ik draai de oven nu meestal terug naar zo'n 220 graden, zodat het brood niet te donker wordt. Nu laat ik het brood nog zo'n 15 minuten knapperig bruin en gaar bakken. Als het brood is afgebakken, haal je het brood uit de oven en ook direct uit de pan. En als je twijfelt of je brood gaar is, kun je even op de onderkant kloppen. Als het hol klinkt, is je brood gaar. Laat het zuurdesembrood goed afkoelen voordat je hem gaat aansnijden. Je vindt het complete recept voor dit zuurdesembrood hieronder in de beschrijving.
En laat het mij vooral in de comments weten als jij ook bezig bent met zuurdesembrood bakken of als je vragen hebt. Ik ga dit brood nu aansnijden. Ik zou zeggen, tot de volgende Maison Viridi en bon appétit! Staat hij aan al? Oh, oké. Okay. Wow, dat ging net niet goed. En dan ben ik mijn tekst kwijt. Wel opnieuw, kwaliteit. Wow, dat ging even haperend. Oh. Oh. Moeilijk. Er zijn ook nog zogenaamde Dutch oven. Ik durf niet meer. Gladde klant. Gladde kant. Keer je het mandje. Nee. Dat was heel gek.